It's been a while, it's been a while, but I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with someone just like you. And nobody here now, I hear you calling out, I hear you calling out for love. Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinne. En de beesten, want daar zijn jullie gewoon weer bij aanbeland. Ja, kan er niks aan doen, maar het is wel zo. Ja. Ik heb nog maar één been, want de andere ben ik kwijt. Verloren. Ik heb de pendel gevraagd. Legt die in huis? Nee. Legt die buiten? Ja. Kan ik hem vinden? Nee. Nou, we zullen het beleven. Als ik hem met de route niet vind, ik zal er goed op letten. Met meisjes lopen. En anders legt hij bij mijn broer buiten, of wat ik dan ook. Ja, die letten er niet op. Ja. Maar ja, zo duur zijn ze niet. 1,49, zoiets, zeg maar 1,50. Ik weet het niet eens. Lekker belangrijk. Gewoon weer eventjes morgen. Nee, morgen kan ik ook niet. Nee, ik weet niet of het morgen kan. Maar eventjes weer bij de zeeman kijken, want daar komen ze vandaan. Ja, ja, ja. Ik ga even met de meisjes lekker lopen. Oh nee, het is vandaag vrijdag. Ja, het is vandaag vrijdag 18 oktober. En we leven om 13:28 en, zo zeggen, 15 graden. Ik weet niet. Gaan kijken op de telefoon even. Ja, 15 graden en het voelt ook als 15. En ik zag er net toch nog een meisje rijden. Op een fiets. Zonder jas. Korte mouwtjes. Ik denk, hoe dan? Het is ook wat mistig. Ja. Het is wat... ik kan wel alles zien. Ook de daken allemaal wel, maar het is wel ja, een beetje heilig. Ja, een beetje laag hangende bewolking, zeg maar. Dus dat dus. Maar ik ga met de meisjes uit. En ik ben helemaal in het rood, lange jurk aan. Voilà. En ja, ik krijg vanmiddag een visite van een meneer. En... nou, ik denk dat, dat jullie hem niet komen te zien, dat vermoed ik, want het is al een oudere man. Ik denk, ouder dan dat ik zelf ben. Woont ook alleen, heeft een hondje ook, een jonge hond nog, maar wel een lieverd. En hij heeft het beest ook zelf getraind en alles, dus ja, helemaal leuk, helemaal goed, helemaal aardig. Slensky, er zijn twee opties, kernwapens of NAVO-lidmaatschap. Dus ze zijn allemaal met jokken. Allemaal gek, allemaal gek, 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 ja. Nou ja, die spin die komt wel weer. Waarom ik hem kwijt ben geraakt, want dat zat er toch goed aan. Dat, ja, ik denk dat ik ergens aan blijven ben. Ze waren wel zwaar hoor, ze zijn zwaar. Deze zijn ook zwaar, maar ik snap ook niet dat ik hem dan niet heb horen vallen, weet je. Dan moet je hem toch... Hoor je toch vallen ook op straat? Als ik hem hier al hoor vallen, moet je hem ook op straat horen vallen, ja. Zo simpel. Maar in ieder geval, wij gaan er vandoor, want die meisjes moeten eruit. En ik moet nog voordat die man komt, de keuken even schoon. Even de vaatwasser aan het werk zetten. Zo is dat. Dus ik ga mijn alopep te pakken nemen. Zo, kom op. En ik zie jullie gewoon later vandaag. Ja toch? Geniet gewoon van je dag. Doe me een lach. Doen wij aan deze kant ook. En hou je fatsoen. Dat moeten we allemaal doen. Tot later. Ja, we zijn alweer geruimd met het thuis. Het is mistig, dan weer heel eventjes een klein beetje zon en dan trekt de zon de mist weer weg. Maar de mist is boven zee, ja. En een klein beetje op land, maar het is wel skier. Het
is hier een beetje weg, want de toren is weer beter zichtbaar. Maar het doet zeer aan je oogjes. Nou, ik heb nog steeds maar één spin. Ja, ik heb al gezocht. En de keuken is schoon. Mijn kopjes staan al klaar. De vaatwasmachine die draait uit. En ik ga vandaag of morgen weer even een sapje maken. Dus dat staat ook klaar. Ik heb de blauwe deksel, hoort er niet bij. Maar dat maakt niet uit. En dat moet naar boven. Nou ja, dat is voor Halloween. Dat staat klaar. Dat duurt nog wel eventjes. Oh, zie ik weer in het gat. Hoppa. En ja, er ligt nog wat van Karin. Ik moet even zien of ik dat kist, geloof ik, ja, die kist meekrijgen. Die is van Marianne afkomstig. Dus dat leg ik even hier neer. En die andere twee heb ik nog in mijn tas. Dus ja, dat moet ik even bekijken. Nou, en dat is nog een cursus voor pendelen, geloof ik. Ja, twee stuks. En deze moet ik nog doornemen. Die is van Marianne. Ja, oh jee. Oh jee. Oh jee. Allemaal spelden op de grond. Oh jee. Heb ik dat? Ja, dat heb ik. Nou. Oh. Heb ik. Niet leuk. Kan me er alles uit. Ja. Oh. Dat heb ik weer, hè? Nou. Hoop ik niet dat er verder wat weggerold is. Zo. Ja. En dan moet je lange nagels hebben, hè. Gaat het hem niet worden? Nee. Gaat het hem niet worden? Maar we krijgen het al gedaan. Beetje bij beetje. Ja. Hebben jullie er ook wel eens dat ze jullie spel dan nog weet ik veel wat laat vallen? Leuk is het niet. Het gebeurt wel eens, hè. Nou. Kom op. Maak je vinger nat. In de hoop dat hij blijft plakken. En denk je dat? En ik weet ook niet waar mijn magneetje is. 1, 2, 3. Ja, ook dat nog. Want dat heb ik wel. Zo'n staafje. Met een lampje. Maar waar dat is. 1, 2, 3. Je gebruikt dat amper nooit. Dus je ruimt het op. En dan ruim je het weer veel te goed op. Ja, dat dus. En we zijn er bijna. Nog drie. En nog één. En die laat zich niet pakken. Nou, gaat die daar helemaal heen? Hé. Eindelijk maar toch. Ja, niks meer te zien. Nou, hoppa. Kanonnen. Nou, kom door. Ik moet even een plakbandje overheen. Ja, en mijn torenmesje. Ja, want ik kon toch niet meer met die jas zitten. Die kan ik morgen ophalen. Maar ik hoop dat ik daar aan toe kom. Want ik krijg maar een bezoek zoals het er nu voor staat. Hou mijn hand. Dus ja, we wachten het af, lieve vrienden. Heb ik nog steek ook. Oh, daar ligt ze ineens. Ik denk, waar is mijn kleine meid nou? Kijk, vogels in de tuin kraaien. Nee. En een duifje op het schuurdakkie.
Leuk, hè? Ja, dat vind ik zo leuk. Nou, blond aardappel. Maar in ieder geval, wij gaan nog even afwachten. Rustig aan doen, hè? Ja nou, meisje lief. Ja. Dus, nou, ze zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon verder van je dag. Gaan wij hier ook doen. Ze zeggen, tot later. Doei, doei. Ja, ja, lieve vrienden, daar zijn we weer eventjes bij elkaar. Nou, die meneer is geweest, hartstikke leuk gehad, hartstikke gezellig gehad. Hij houdt niet van social media, daar zit hij niet op. Maar hij zit wel op YouTube, alsof dat niet social media is. Maar oké, maakt niet uit. Hij maakt zelf als hobby auto's in elkaar op schaal. Juist dat dus. Maar in ieder geval, hij heeft een paar foto's laten zien die hij op zijn telefoon heeft. En wel gaaf, eentje, die weegt eventjes 8 kilo, ik denk halleluja. Maar ja, de buitenkant is ook nog echt van staal. Ik denk, oké. Nou, heel leuk gehad even. Hij is niet echt overdreven lang geweest, want we zien. Hij kwam ja, net iets na drieën. Nou ja, en hoe laat is het nou? 16:12 en hij is alweer weg. Dus even iets langer dan een uurtje geweest. Al niet eens iets anderhalf uur. Maar ja, hij heeft ook thuis een hondje. Ja, je hebt mensen die doen alles precies op dat tijdstip. Dan moet dat gebeuren met de hond of kat of wat dan ook. Wat die je dan ook mag hebben. Dat tijdstip moet dat en dat gedaan worden. Hallo? Daar heb ik geen last van. A. Er staat een bak voor beneden. Ze kunnen eten wat niet ze willen. B. Er staat altijd een bak met water. Ze kunnen drinken wat ze willen. Poepen en piezen. Ze worden uitgelaten wanneer ik kan. En wanneer ik ook denk bij mezelf, ja het moet nou. Maar ze gaan bij mij wel voor dat ik zelf wat moet doen, bij wijze van spreken eten of wat dan ook. Mijn meisjes gaan voor, dan ik. Jullie weten, ze zijn uit geweest. Nou, het is nog veel te vroeg om het nou weer te doen. Dan ga ik dat nou niet weer doen. Oh god, nee. Ik let niet op de tijd. Nee hoor, dat ik denk van ja, ze beginnen nou lastig te worden, hopla. En anders is er eerst nog een tuin, als ik met iets bezig ben wat eerst af moet, dat ik dat niet kan laten leggen of wat dan ook. Dan is het, ga maar eerst even in de tuin, we doen het strakjes wel. Ja. Maar ik bedoel maar, gewoon simpel zat. Wat zou ik nog meer zeggen? Oh ja, hij is wakker. Ben ik ook blij om, hij is wakker. Hij had het over Robert Jensen, die zit dus ook op YouTube. Die heeft ook een eigen kanaal en ja, die heeft geen blad voor zijn mond. Die vertelt ook de waarheid. Dus, maar in ieder geval, daar was ik al lid van. Enkel, ik had nog niet op belletje geklikt. Nou ja, dat hoeft ook niet altijd. Maar in ieder geval, voor de rest, ja, allemaal... Toppie, heel erg leuk gesproken en ja, helemaal geweldig. Nee, jullie moeten niet verkeerd gaan denken. Nee, dat wordt het hem niet hoor. Nee, ik moet geen man. Nee, gewoon een vriend. Een vriend, niet mijn vriend. Nee, een vriend. Ja, ik heb geen vriend, gewoon een vriend. Net zoals een vriendin. Hij ook een vriend. Nou, ik heb meerdere vriendinnen, maar ik heb ook meerdere vrienden. Moet er allemaal kunnen. Maar in ieder geval, ja, ik heb een lekker bakje koffie gemaakt en ik heb even wat lekkers erbij.
Hij wou geen lekkers erbij. We hebben maar één bak koffie opgedronken en dan wou niet een tweede. Nou ja, oké, hij had er al vijf op. Ik denk, ja, ik heb er wel een vijf op, weet je, maar dat drink ik er ook toch wel in. Maar nee, in ieder geval. Ik ga eventjes wat anders doen voor mezelf en daarna ga ik aan het werk. Dus zeg het, lieve vrienden, geniet en geniet een beetje mee. Doei! Ja, lieve vrienden, ik heb net een vlog tot zover klaar voor mijzelf. Voor mijn vlog dus, een vlog voor mij. Maar dat wordt een super vlog. Dat wordt een geweldige vlog. Dat wordt een hele mooie, geweldige super vlog. Ja, dat ik met elkaar in de hart op was waar ik niet wist waar we heen gingen. Ja, dus ja, helemaal toppie. Nou moet ik de hondjes nog hard laten. En Dr. House begint zo. En ik moet nog een vlog voor Karin in elkaar zien te flansen. Ook dat nog. Ja. Maar ik geef het met meisjes uit. Dat is heel belangrijk. Ja. Dus, ja, hij is nu weer bezig. En Karin die had het vanmiddag zo mooi uitgelegd wat hij nou aan het doen was. Maar ik ben het alweer kwijt. Editen of renderen? Weet ik niet meer. Ik geloof dat hij aan het renderen is. Ja, zie je, media renderen. Wat wij doen, dat is die filmpjes erin zetten. Dat is editen. En renderen, dat is als het ware wat ik altijd al zeg. De filmpjes aan elkaar vastlijmen. Ja. En daar heb ik haar in beeld. Maar ja, ik ga lekker met de hondjes uit. Dus wacht maar even. Ja, dat dus. Dus ja. Ze zeggen, geniet gewoon verder van alles met wat jullie doen. Gaan jullie te stappen? Nou ja, veel stapplezier. Gaan jullie een filmpje pakken? Nou ja, dat ken ook thuis waar je het ook doen wilt. Geniet ervan. En maak er een geweldige, liefdevolle avond van met z'n allen. Of je nou alleenig bent met je diertjes of niet. Ook met je diertjes. Kan je het liefdevol hebben. Dus geniet ervan. Zo, lieve vrienden. Weer tijd om naar bed toe te gaan. Want het is alweer 2:41. Ze zeggen dat het 12 graden is buiten. Het is ook niet koud te noemen. Maar het is wel mistig. En laag hangen de mist. Heel laag. Want boven de mist zie je de maan. Als het goed mistig is, zie je soms de maan ook niet. Maar die zie je heel goed. Dus het is laag hangen de mist. Je loopt gewoon in de wolk en je ziet het gewoon voorbij gaan. En dan is het eventjes weg en dan komt er weer een wolk aan. Dus het is goed laag. Je ziet het terwijl het donker is. Dat dus. Maar ja, dan heb ik ook nog buiten licht aan. Dus dat moet ik ook nog uitdoen. En ik zit even een stukje kaas met worst erdoorheen. Meisjes hebben ook even wat lekkers gehad. Ik heb water op staan voor de kruik. Ik heb mijn fles met water klaarstaan om desnoods als het al moet. Medicijnen in te nemen, maar wel op schoon water, hè? Ja, ja. Echt waar. Nou, en ja, morgen. Ik heb goed nieuws. Ik heb heel goed nieuws. Morgen, oftewel vandaag, zaterdag, komt mijn nieuwe beeldscherm. Dus ik ben benieuwd wat dat er gaat. Heel erg blij. Want het is echt niet leuk als je allemaal die rode spekseltjes ziet in zwart of heel een andere mooie donkere kleur. Dat je dan die rode stippeltjes er doorheen ziet. Hoe dan? Ja, en heb ik witte achtergronden, zie je allemaal blauwe strepen zo lopen. Hoe dan? Of blauwe spekseltjes. Heel nuver hoor. Ja, heel nuver. Dat ik ben blij als ik dan mijn nieuwe heb. En ja, ook weer zelf betaald natuurlijk. En dan kunnen ze wel zeggen, ja, maar gaat je vloer niet voor? Ik werk daarmee, hè? Ja, ik werk daarmee. Dus ik moet dat. Dat is wel een noodzakelijk iets voor mij. En dan kun je wel zeggen, ja, maar je hebt toch ook een mobiel, kun je er ook mee werken? Nee, ik kan dan niet een vlog in elkaar zetten. Dat gaat het bij mij niet worden, hoor. Weet niet. Iedereen kijkt naar Enzo, wat die in zijn studio heeft staan. Halleluja, ik geloof dat hij wel 4 tot 6 schermen heeft staan. Karin, die heeft er 3 staan. Kom ik er maar met eentje aan. Ja, bedoel maar, hè. Dus. Maar oké, lieve vrienden.
Wij gaan lekker een beetje toe als ik dit op heb en mijn kruik klaar heb. En dan zeggen wij vanaf deze kant welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard allemaal weer gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het, God die houdt over ons gewoon allemaal de wacht. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!